zoals gezegd, in de tijd heb ik de NV mee opgericht. En dat ging over andere perikelen als er nu zijn. Inmiddels zitten jullie op een zuivel gebeuren. Wat jullie willen kopiëren naar Canada. En ik gun jullie die melkprijs. Ik gun iedereen het beste. Het gaat ons goed. Het mag jullie wel beter gaan als mij. Maakt mij niet uit. Ik heb dat ook in Canada al eens uitgelegd. En alle Canadezen waren verbaasd. En toen zei ik, nou, als mijn buren het goed gaat, dan komen ze bij mij niet stelen. Hoef ik nergens overheen te zitten. Dan kan ik hun geld nog goedkoop krijgen, want dan gaan ze naar de bank brengen. Dus heb ik ook alleen mijn voordeel bij. Dus waarom kan het niet iedereen gewoon goed gaan? Het verhaal van de zuivel is een lang verhaal. En dat begint natuurlijk ergens voor 1900. Toen meneer Van der Elzen, pater Van der Elzen, de coöperatie oprichtte. En ik denk, als die zo zien hoe de coöperatie zich ontwikkeld heeft, dan is het best mogelijk dat hij zich wel 3 keer omdraait in zijn graf. Want de coöperatie is niet meer voor de boeren, maar die is er voor de industriële, de directeuren en de mensen die hun zakken vullen. Hetzelfde verhaal als de economische crisis weer aantrekt, dan gaat het grote graaien weer verder. Ik kan er heel veel op zeggen, jullie doen die acties, het stuit iedere boer natuurlijk tegen de borst aan. Niemand melkt om het in de put te gooien of weg te gooien. Dus ze gunnen jullie allemaal die een goede melkprijs krijgt. En wie niet aan zijn eigen wagen trekt, maar tegen de wagen van een ander aanhoudt, komt er nooit. Trek aan je eigen wagen als je wat wil doen. Je moet de touw wel zelf in de hand houden. De DDB is natuurlijk het verhaal. Kijk, als iemand nog voor de boeren op wil komen, dan is de DDB het in mijn beleving. En er zijn heel veel mensen die geven af op de DDB, op allerlei ideeën. Maar ik denk voor mezelf dat misschien de DDB en de NMV de idee graag inwisselen voor een beter. Maar als iedereen zich stilhoudt, ja. Het maakt op het eind van de rit niet veel uit of je door de linkerhand of door de rechterhand doodgeslagen wordt. Dat kan beter van de status van de dood. De prijs wordt bij ons samengesteld uit het kostenverhaal van de boeren. Er zijn, ik weet niet precies hoeveel, er zijn een aantal boeren die leveren de boekhouding in. Daar wordt zo'n percentage van geldfinanciering ingedrukt. De voerkosten worden meegenomen, dus is het een droog jaar, is het wat duurder, dan heb dat van invloed. Het gaat, gaan de lonen omhoog, want de mensen die jouw producten moeten kopen, die krijgen toch een loon, dan gaat dat mee omhoog. En de elektra, er zijn een aantal factoren die ingewogen worden. En het ene aspect is zwaarder dan het andere, ze zijn niet allemaal even zwaar ingewogen, maar zo komt steeds de samenstelling van de melkprijs tot stand. En het is natuurlijk zo, er is helemaal geen, voor supply management boeren is helemaal geen subsidie. Help jezelf, vecht met de natuur, wie het het beste doet, komt vecht. En dat is een beetje in het kort het verhaal. Investeer je veel, allemaal geen keus, allemaal je eigen verhaal, maak het waar. Als je het waar kan maken, maak je geld. Het verhaal is zo, zo zit het een beetje in elkaar. Het wordt ingewogen, er zijn bepaalde delen in. En dat is voor alle provincies in Canada iets anders, maar het komt neer op een beetje dezelfde systematiek van melkprijs samenstellen. Zo zit het in Canada een beetje in elkaar. En daar is de consument wijs mee. En het is net als wat die ene melkfabriekdirecteur in Nederland tegen ons zei. Ik betaal liever een gulden als een kwartje. Want op een gulden zit veel meer rek als op een kwartje. Dat is het verhaal.